3 stoere chicks gaan de strijd met elkaar aan in 8 extreme challenges. Waar ligt hun grens? De hooligirl die de meeste uitdagingen verliest, krijgt een tattoo. Jij bepaalt wat deze tattoo wordt. Nou, wat ik zie is een tennishal. Dus ik denk dat we gaan tennissen. Ik heb geen idee wat we gaan doen, maar ik ben er wel klaar voor. Ik ben voor niemand bang. Vooral niet voor die andere 2 meiden. Ik ben er wel een beetje zenuwachtig voor, maar we gaan het zien, denk ik. Hooligirls, welkom op de tennisbaan. Volgens mij kun je al raden wat we gaan doen. Tennissen? Kunnen jullie een beetje tennissen? Beetje. Laat wat zien. Het is namelijk tijd voor de challenge. Jullie moeten namelijk zo lang mogelijk de bal op het racket houden. Maar er zit natuurlijk wel een addertje onder het gras. Je krijgt namelijk 4 kilo gewicht aan diezelfde arm. En wie het langst volhoudt, die wint. Wat ik van de andere meiden vind, stelt niet zoveel voor. Ik zie Marie als de zwakste. Ik zie haar gewoon niet winnen vandaag. Als ik zo kijk naar die andere meiden, ja, denk ik wel dat ik een puntje voorsprong heb. Het constant moeten aanspannen van je spieren zonder veel te bewegen is een flinke belasting voor het lichaam. Het leidt tot verminderde doorstroming van het bloed en daardoor minder aanvoer van zuurstof. Uithoudingsvermogen is dus een must bij deze challenge. Meiden, daar staan jullie dan. Belangrijk is om zo meteen het racket voor je te houden. Die 4 kilo die hangt onder je arm. De bal mag er niet afvallen. En je mag dit witte net niet raken. Ik tel af in 3. In 2, in 1, go. Denk ook aan de strap, want die wil je echt niet hebben. Geloof mij. Vooral op mezelf focussen. Inademen, uitademen, niet in paniek raken, niet naar die andere meiden kijken. Gewoon vooral op mezelf focussen en dan moet het goed komen. Het gaat goed. Wat voelen jullie op dit moment? Ik voel al waar dit pijn gaat doen straks. Ja? Over een tijdje, ja. Ja? Ik denk ja. Dat mijn armen zo meteen gaan verzuren. Ik zie hier en daar al wat shakende handjes opkomen. Ja, ik tril sowieso al. Man, tering. Wat voel je? Alsof er nog extra 4 kilo bij komt. Ja? Ja. Hier, bij het bovenste deel van je arm. Je denkt aan de straf. Die straf wil je niet hebben. Oh, yes. Oh. Laat maar vallen, hoor. Die bal mag er niet vanaf. Als de bal valt, is het meteen out. Meiden, 1 minuut is al om. We gaan de 2e minuut in. Het is vooral inademen, uitademen en we proberen doorheen te zetten. Mijn arm is shaking. Rustig blijven, geen oogcontact maken met die andere meiden, gewoon op mezelf focussen. Terwijl dat je hem iets hoger mag houden, hoor. Shut your face, shut your face. Wie houdt het langst vol? 2e minuut is ingegaan. Jouw gewicht raakt bijna het net, hè? Dus ik zou echt omhoog gaan. De meis het los. Meiden, hoe gaat het ermee? Ja, what the fuck. Ik heb gewoon verloren. Ze hebben nu geluk gehad. Die meiden hebben nu geluk gehad. Geloof me, die hebben echt geluk gehad. Meiden, hoe voel je? Mijn armen zijn zo zwaar. Hier lijkt het net alsof er extra gewicht bij wordt gezet. En mijn vingers zijn zo koud. Ik zie uiterste concentratie. Je arm is ontzettend aan het shaken, maar je kan dit. Hou vol. Ja. Inmiddels 6 minuten verstreken. Ja. Waar denk je aan? Focus. Ik had echt iets minder heftigs verwacht, om eerlijk te zijn. Tegen elkaar tennissen, wie het langste, wie het meeste punten maakt. Maar dit had ik niet verwacht, nee. Ik zou iets omhoog gaan met je arm, want hij raakt bijna het net. Wat raakt het net? Bijna, de gewichten raken bijna het net. Dus ik zou iets meer omhoog gaan. Langs 8 minuten van mijn leven. Ja, echt. Oh. De bal gaat van links naar rechts. Ik ga gewoon denken, oké, er hangt geen gewicht aan. Alleen maar op die bal focussen, dat die blijft liggen, want ik moet echt winnen. We gaan richting de 15 minuten. Halen jullie dat of gaat één van jullie opgeven? Het is ongekend. Omhoog, omhoog, omhoog. Je raakt bijna het net. Gaat het nog? Omhoog, omhoog, omhoog. Oh! En we hebben een winnaar! Oh, ik ben echt fucking blij.
wil niet lullig doen, maar het scheelde echt zo'n klein stukje. Of de haarbal was ook gevallen. Ja, ik hoorde dat ze met allemaal smoesjes en excuses al aankwamen van mijn ding ging verkeerd of het scheelde maar zo'n beetje. Maar ze hebben gewoon echt verloren. Dames, het is tijd voor de straf. Jane en Marie, één van jullie krijgt straks een kruisje achter haar naam. Die wil je zeker niet hebben. Dus eerst moet je deze straf doorstaan. De straf luidt als volgt. Wie het snelst aan de overkant kruipend over de vloer gaat met 8 ballen, die wint. Maar je krijgt een gewicht van maar liefst 15 kilo op je rug. En daarnaast gaat de winnares, Richella, ballen op jullie afvuren met de snelheid van maar liefst 80 tot 100 kilometer per uur. Ja, Jane, die ga ik kapot maken. Ze heeft net ook snel opgegeven, dus waarom zou ze dat nu ook niet doen? Zijn jullie er klaar voor? In 3, 2, 1, go! Oké. Alleen met 8 ballen mag je over die finish. Ik heb gewonnen en I'm a bad bitch and I don't lose. Marie heeft nu een kruis, maar we volgen wel meer voor haar, daar geloof ik wel in. Ik heb al tattoos, maar ik wil niet nog een tattoo zetten. Dat betekent dat ik heb verloren en ik wil geen verliezerstattoo op mijn lichaam hebben. Ik ben dus de winnaar van vandaag en ik heb vandaag een kruis achter mijn naam gekregen. En vond je dit nou ook een leuke video? Abonneer dan op het Spy-kanaal. En dan zien we jullie volgende keer terug. Bye! Bye.